Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ik stel jullie eens voor, want we hebben een nieuwe winkel in Gerstraat 21. Hè? Ja. Hier, jullie zijn eigenlijk vandaag geopend en jullie zijn een moeder en een dochter. Maar veel meer dan dat weet ik niet. Vertel eens, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja, ik ben Renate. Ik heb dan de kledingwinkel Max 35. En dat betekent eigenlijk... Zoals het ook op de ramen staat. En Max 35, ik dacht eerst van dat is het maximale bedrag van de kleding die we kopen. Dat klopt ook. Alles is bij ons maximaal 35. In de wintermaanden kan het wel eens af en toe zijn dat een tag opkomt, mag het ietsje meer zijn. Omdat de winterkleding iets duurder is dan de zomerkleding qua inkopen. Ja. Maar eigenlijk 80-90% is echt maximaal 35 en nu is echt alles maximaal. Dus de winkel heet eigenlijk ook wel Max 35 damesmode? Ja. Nou, ja. Oké, dat is heel duidelijk. Maar jij doet hier wat anders, want... Ik doe hier wat anders, ja. Want ik zie ook Evelien's Beauty en Wellness. Ja, ik ga een wellnesscentrum opstarten. Want jij bent Evelien? Ik ben Evelien, dat klopt. Ik ben Evelien. Ik ga mijn eigen wellnesscentrum opstarten. Ik heb bij een bruinist, heb ik ook al lekker geoefend. Lekker nog meer kneepjes ingekregen, dus dat is helemaal fijn. Ik ga bij Mieke Petit ga ik dan de Vichy-opleiding doen. Oké. Okay. Voor de beauty dan, kan ik mensen ook professioneel opmaken. Maar Annegien Petit. Ja, de school van Mieke Petit. Ja, gewoon van Mieke Petit. Ja. En dat ga ik heel goed. Maar dat doen jullie dan samen binnen? We zullen even binnen kijken. Ja, tuurlijk. Kom binnen. Want het zijn wel twee dingen, dat zijn wel totaal verschillende zaken. En dit is dan de... Je komt binnen in de kledingzaak. In de kledingzaak, ja. En ja, vinden we het eigenlijk gewoon hartstikke leuk hoe het eruit ziet. Want wij staan hier heel de dag natuurlijk, zeg maar. Dus wij zeggen van nou... De uitstraling moet ook gewoon lekker leuk en luxe aanvoelen. Alleen de prijsjes zijn qua budget heel mooi. Max 35. En want ik heb natuurlijk geen bestand van dameskleding, maar wat voor soort kleding moeten we hier allemaal aan denken? Je ziet het natuurlijk hangen, maar... Wij kiezen eigenlijk voor de goede materialen. Dus voornamelijk kiezen wij voor viscose, katoen. De metalen echt gewoon een mooie kwaliteit. Die moet je dan inderdaad gaan vinden. Nou, ik zie hier inderdaad een jurk €35 precies en een vest voor €26. Dus wat dat betreft maak je dan wel waar wat je zegt. Ja. En we hebben paskamers. Ja. De stoel ook al aangekleed. Dus dat is een slimme oplossing zo. Die nemen weinig ruimte in beslag. Precies. En we hebben ook een zitje voor de mannen dat we even koffie kunnen drinken of een kopje thee. Oh, dat doen we ook. Dat hebben wij ook natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. Nou, dat is helemaal. Ja, de kasten staan nog leeg. Er komen nog hele leuke tassen aan van Koos tassen. Accessoires. De accessoires, zeg maar. Ook inderdaad Max 35 en de enkele keer is 99,95. En er komt nog een leuke Facebook actie op onze site, zeg maar. Gewoon van Max 35 Facebook. Dat we zo meteen een gratis tas weg mogen. En doen jullie dan, hebben jullie twee verschillende pagina's of is het dat allemaal onder één noemen? Voorlopig twee aparte. Twee aparte, ja. Ja, ja dat doen we voorlopig. Ja. Maar misschien gaan we het nog samen doen, maar dat weten we niet. Maar jouw praktijk zit achter de winkel eigenlijk? Achter de winkel. Niks van mij. Oh, dat is nog best diep, hè? Ja. Maar wat doe jij hier dan? Want je zei, je bent nog deels in de opleiding, je hebt deels al ervaring. Ja, ik heb gewoon al mijn certificaten. Oké. Okay. Dus dat is wel, maar ja, ik heb gewoon alles eigenlijk al. Ik heb ook al heel veel geoefend, dus eigenlijk. Maar wie kan hier terecht en voor wat allemaal? Iedereen mag hier terecht. Want Wellness is best breed. Ook zie daar een hele reiscertificaat hangen. Ja, een hele reiscertificaat. Nou, wat hebben we dan? We hebben ontspanningsmassage, hoofdpijnmassage. De hotstone, de kokosstempel, de stoelmassage. Dat kennen ze niet allemaal natuurlijk. Maar je doet dus echt van... Dus masseren is je hoofd... Ja, dat wil ik echt als eerste doen. En daarnaast wil ik nog de... beauty doen dan. Oké. En als je dan, want er zijn natuurlijk ook meer massagebedrijven in Middelburg. Is het dan bij jou ook Max 35 of gaat dat weer anders? Nee, bij mij gaat het gewoon nu nog hoger. Maar deze maand is echt alles voor de helft van de prijs. Dus dat is echt wel heel leuk om gewoon een keertje te proberen van, hey, ik heb nog nooit hot stone gedaan. Laat ik het eens een keer uitproberen. Het is nu eigenlijk bijna geen geld. Je kan het zeggen over een half uur ontspanningsmassage voor €12,50 nu. Dus ja, gewoon even lekker boeken. Ja, dat is inderdaad die deur. En dan combineren met een kledingstuk. Hè? Ja, kan. En het is zowel voor heren als voor dames. Hè? Dat is, ja. Oh, wel één ding belangrijk. Ik doe geen happy end. Oké, dat is ook heel duidelijk. Massage, geen happy end. Dus dan is het heel duidelijk. Het is gewoon echt puur gewoon. Gewoon een nette massage. Precies. Uitstekend. Nou, hartelijk dank en ik wens jullie heel veel succes hier. Dankjewel. Oké.